Hallo allemaal! Nou, het is ongeveer 2 jaar geleden dat, hoe lang is het geleden dat ik kan er niet meer tegen online is gekomen? Dat was ook niet op dit kanaal volgens mij, hè? Laatste kan er niet meer tegen was de week voordat ik met mijn oude kanaal ben gestopt. Dus dat is al meer dan een jaar geleden. Maar ja. De laatste kan er niet meer tegen met mij. Dat is wel bijna dat is bijna 2 jaar geleden, hoor. Dat was in december van 2016. Ja. En voor als jullie het nog niet weten wat het is. Nou, wij hebben hier een foto. En die foto, die foto die is onautistisch verantwoord. Disclaimer, wij zijn ook autistisch, dus daarom hebben wij dit, maken wij deze serie, of extra aflevering, of hoe je het ook wil zeggen. Ik wil even mijn verontschuldigingen aanbieden voor deze humor die waarschijnlijk niemand begrijpt. Moet je omrijden, kan je zin goodbye kunnen zien. Goodbye. Ik heb de hik! Maar, kijk, het principe is, wij zien een foto die echt autistisch niet kan, die wij niet kunnen handelen. En daar gaan wij commentaar op geven. Ja. Jij mag beginnen. Deze foto heb ik gekregen van mijn moeder. Ik heb de hik. Geen probleem. Ja, schiet wel. Ik ga praten. Maar kan dat? Kijk, zal ik maar kijken. Maar wat vind jij ervan? Ja. Er staan 3 auto's en dan... Ik ben boos! Maar kan dat dan? Dat er 3 auto's staan, dan een keer eentje niet en dan wel. Wat is dat dan? Echt! Wat een kutfoto. Kettik! Jongens, ik sla hun helemaal in elkaar. Die stomme rotfoto hebben gemaakt. Waarom zou je de moeite nemen om zo'n verschrikkelijke scheidfoto te nemen die helemaal niet klopt? Flipping, hè? Kan toch niet? Dit kan toch niet? Dat doe je de nieuwe generatie toch niet aan, joh. Doe eens even normaal. Maar we gaan even rustig op in. Joost, nou, ik wil eerst jouw vraag horen. Ja, als eerst. Wat de flipping heck bezielde die man in die auto die daar wegrijdt. Als tweede. Waarom zijn er 2 auto's wegrijden? Want ik zie 2 bandsporen. Ja, dit klopt ook al niet. Als derde, die auto's staan niet precies recht op rij en ja, maar zijn deze niet ook precies niet, even deze grote auto's. Als derde, er staan voetstappen in de sneeuw. Ja, echt. Waarom vliegt die man niet naar zijn auto toe? Hij moet er meteen naartoe lopen, ja. Allemaal lui. Waarom vliegt hij nu weg met zijn auto? Ja. Nee, maar dat is het ergste. Dit bruine, dat kan niet. Laat je auto staan voor de foto. Nee, ik vind die voetstappen erger, hoor. Ik vind het super erg dat mensen gewoon tegenwoordig zeggen van... Oh, ik pak de auto wel even. Die foto maakt toch niet meer uit. Ja. Waar gaat het over? Nee, maar weet je wat ik vooral niet vind kunnen? Kijk, je ziet... Hier? Ja! Zie je 1 stukje? Daar zit geen sneeuw. En daar kan ik echt heel boos om worden. Ja, maar het is ook... Wie bezielt het nou? Was dan gewoon fucking eerder opgestaan? Ik zie dat ze hier om 2 uur op zijn gestaan. Besef, je had ook om 9 uur op kunnen staan. 2 uur is 2 uur. Ja, dat weet ik. Waarom voel je dat zeker? Nou, we zijn om 2 uur opgestaan en ze kunnen ook gewoon om 8:30 opstaan en dan staat de auto er nog wel. Dan zijn er geen voetstappen en dan zijn er niet 2 auto's weggereden. Wat bezielt jullie, Flair? Nou, jij weer. Stoor ik. Stomme hik, die verpest heeft heel de video. Je moet eigenlijk elke keer als je hikt wegknippen. Knip. Maar waarom lachen we? Dit is ook een knip. Dit is ook een verschrikkelijke foto. Kutfoto. Ja, ik vind het niet kunnen.
Knip. 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 Nou, maar nou wil ik even... Wat gaan wij deze mensen doen? Wat wij willen deze mensen iets aandoen die deze foto hebben gemaakt. Wij gaan zorgen dat die mensen de rest van hun leven de hik hebben. Ja, knip. Ja. Knip. Knip. Wordt een korte video zo. Hou even op, knip. Maar weet je wat ik ook erg vind? Je kan niet zien welke merk het is. Waarom heb jij jouw schoenen aan boven? Weet ik veel. Maar je kan het niet merken... Wacht, dan laat ik het meteen even zien op camera. Dat... 8 euro bij de Shoerama. Maar ik vind het ook echt. Je kan niet zien. Ik zie wel dat dit een lelijke auto is, maar je kan niet zien welke merken. Knip. Je kan niet zien welke merken het zijn. Dus dat, ik vind het onzin. En waarom zou het sneeuw? Waarom is er dan ook niet iemand zo even zo aardig om zijn auto hier neer te zetten en er wat wits overheen te gooien? Ja. Knip. Ja. Zo. Nou, dit was de video. Later. Later.